hoe je superbewustzijn gebruiken voor jouw herstel van het narcistisch misbruik. Veel mensen willen weten hoe ze verbinding kunnen maken met hun hogere macht. Misschien heb je er niet aan gedacht om verbinding te maken met je hogere macht. Ik deed dat wel en het was essentieel voor mijn ontwaken over narcistisch misbruik. Welkom bij deze video op narcisme.blog. Hoe kan het zijn om verbinding te maken met mijn hogere kracht? Misschien weet je niet eens dat je verbinding wilt maken met een hogere macht. Heb je erover nagedacht of dit nodig is of niet als je narcistisch misbruik wilt aanpakken? Misschien heb je religieuze ervaringen gehad waardoor je het godding hebt uitgeschakeld. We hebben dat allemaal. Daarom weet ik niet zeker of je zelfs in een hogere kracht wilt geloven, laat staan dat je erin kunt verbinden. Wat je gedachten, gevoelens en omstandigheden ook zijn, ik ben echt heel blij om dit gesprek over een hoge macht vandaag met je te hebben. Het is een onderwerp dat mij nou aan het hart ligt. Ik hoop met heel mijn hart dat deze video je gaat verlichten. Ik hoop dat het enkele belangrijke vragen voor u oplost. Ik hoop en geef je ook toegang tot de vreugde, waarheid, opluchting en liefde waar je hart en ziel naar verlangen. Voordat we aan de slag gaan, bedankt iedereen die zich heeft geabonneerd op mijn videokanaal en narcisme.blog, bedankt voor het ondersteunen van onze missie. Als je je nog niet hebt geabonneerd, wil ik je eraan herinneren dit nu te doen. U vindt alle links aan het einde van de pagina. Als je deze video leuk vindt, zorg er dan voor dat je op de like knop drukt. Wat is je hogere kracht? Ik denk dat het antwoord op deze vraag heel persoonlijk is. Ik geloof echt niet dat er een goed of fout antwoord is. Hoge macht wordt het meest gezien als mannelijk, een vader, voor veel mensen is het gerelateerd aan uw relatie met hun vader. Hoge macht voor anderen hangt samen met hun moeder in de natuur. Omdat ik de overtuiging een spiegel, hebben de emoties van mijn ouders bij narcistisch kindermisbruik een groot verband met mijn ideeën over de hogere macht. Ik zal je mijn persoonlijke kijk op een hogere kracht geven. Ik zou het heel leuk vinden in je reacties op deze video dat je, alsjeblieft, de overtuigingen van andere mensen en mijn overtuigingen of versies van hun of mijn hoge macht respecteert. Er zijn genoeg veroordelingen en wreedheden, waaronder ontelbare moorden, op deze planeet geweest, al vanwege mensen die de hoge machtsopvattingen en overtuigingen van anderen demoniseren. Dit is niet waar narcisme.blog hiervoor is. Als je dat wilt doen, vraag ik je respectvol, doe het alsjeblieft ergens anders. Hoe dan ook, dit is wat ik geloof, God bron creatie levenskracht is overal en is in alles. Ik geloof dat mijn hogere kracht de ruimte is waar alles vandaan kwam. Mijn hogere kracht is het deel van mijn innerlijke wezen dat mijn cellen en processen regeert en controleert. Ik geloof dat mijn hoge macht het wonder van het leven is en alles wat is. Ik geloof dat God kwantum is en de schepper van de kwantumwet. Ik geloof dat deze Godkracht ons niet als minderwaardige, onwaardige wezens beschouwt. De Godkracht of levenskracht laat me door levenservaring zien dat ik een prachtig Godgelijk wezen ben. Ik geloof dat deze Godkracht liefhebbend en welwillend is en niet oordelend. Het legt geen voorwaarden van liefde en goedkeuring op. Ik geloof dat dit door de mens gemaakte constructies zijn. Ik geloof dat alles wat is, al is en heeft geen vereisten heeft. Wat zou God willen als God al alles is? Ik geloof dat ik zo onvoorwaardelijk geliefd ben door God. Ik geloof dat de God kwantum energie staat zegt. Wat je ook bent, ik zal je meer van dat geven, zonder enig oordeel. Ik geloof dat God mijn bestemming niet kiest, maar me toestaat ze zelf te kiezen en te creëren. Ik geloof dat God me altijd vooruit roept. Het enige dat ik nodig heb is om anders te kiezen als wat ik koos niet mijn ware zelf en ware leven is. Ik geloof dat God altijd bij me zal zijn, vooral in moeilijke tijden, om me op te tillen. Ik voel me zo gezegend in mijn leven vandaag, om ongelooflijke liefde en samenwerking met mijn hoge macht te ervaren. Ik voel me aan beiden zonder voorwaarden. Ik voel dat de bron achter me staat en er altijd naar streeft me precies te brengen wat ik nodig heb. De bron brengt me dat wat mezelf kan bevrijden naar het volgende hoogste niveau van liefde, vreugde, succes en glorie. Dit is de samenwerking die ik nu heb met mijn hogere macht, maar het was zeker niet altijd zo. Dus, laat me uitleggen hoe het was en de verschuiving die ik moest maken om met deze hoge macht in een relatie te leven. Ga naar deel 2 voor het vervolg. Suggesties of vragen? Ik antwoord graag. Annemie en Johan Persin de Klerk. Vergeet niet om deze video een duim te geven. Dankjewel.